de geboorte. Ik kan het iedereen aanraden. Een heel palet aan mogelijkheden en kansen spreidt zich na voor je uit. Voor je geboorte zijn de mogelijkheden een stuk beperkter. Ik kan het weten. Ik heb er gezeten. De baarmoeder. Een donkere en slijmerige hol met weinig bewegingsvrijheid. Geen scholing, geen kroegen, geen stemhokjes, niks. Nee, wil je een steentje bijdragen aan de maatschappij en de democratie, dan moet je wel geboren worden. Ik deed dat op 17 september 1987. In Emmen, Drenthe. Ik werd thuisgeboren. Gewoon in het bed van mijn ouders. Geen gedoe met ziekenhuizen en moeilijke operaties. Bij mijn oma had ik daardoor altijd een streepje voor. Bas, zei ze dan, die is als enige van mijn kleinkinderen thuisgeboren. Goed hè? Mensen knikten vaak wel ja, maar begrepen denk ik niet echt wat daar de prestatiewaarde van was. Ik ook niet. Toch hield ik me eraan vast. Je moet wat als je wanhopig op zoek bent naar lof en erkenning. Dit had ik dus al mooi bereikt. Ik was thuisgeboren. De geboorte vond plaats in een kleine huurwoning in de wijk Emmerhout. Mijn vader Harm, mijn moeder Jenny en mijn zus Duweke waren er om me op te vangen en voor me te zorgen. Er was ook een hond, een zwarte labrador met de naam Basco. Grote kans dat ik naar hem ben vernoemd. Wat een vernedering, vernoemd zijn naar een dier dat paardenkeutels eet en uit verveling zijn eigen ballen likt. Laten we de hond dus snel vergeten. De rest zal ik wat uitgebreider voorstellen. Mijn vader bijvoorbeeld, een liefdevolle, hardwerkende man met een hart van goud. Er zijn weinig mensen die een hekel zullen hebben aan mijn vader. Hij werkte 40 jaar voor dezelfde baas waarvan hij een groot gedeelte vrachtwagenchauffeur was. Een atypische vrachtwagenchauffeur. Hij vertrok s ochtends met een aktentas onder de snelbinders naar zijn werk. Mensen uit de straat dachten dat hij leraar was. En als je denkt dat hij luidkeels meezong met Henk Wijngaard, heb je het ook mis. De radio stond stevast op Radio 1 waar hij het nieuws van de dag op de voet volgde. Ondanks het feit dat hij veel aan het werk was, zag ik hem vaak. Hij was niet de vader die op zondag het vlees kwam snijden. Mijn moeder is zakelijker. Ik zou haar als een la omschrijven. Ze begon tegen haar veertigste aan een hbo-opleiding theologie, ronde die af, werkte voor verschillende kerken en startte haar eigen bedrijf. Een uitvaartonderneming. Daar heeft ze een knap bedrijf van weten te maken in het stugge Zuidoost-Drenthe. Mijn zus Duweke heeft een groot sociaal hart. Ze werkt in de zorg en heeft altijd veel mensen om zich heen. Ze woont onder één dak met een echte kerel en drie kinderen. Mijn neefje en nichtjes, die ik te weinig zie en voor wie ik wat meer mijn best zou moeten doen. Dit is in het kort mijn gezin. Hier kwam ik in terecht. Als man, met alle keuzes, mogelijkheden, kansen en verwachtingen die daarbij komen kijken. Het was maandagochtend 9 maart 1987, een uurtje of tien, en de locatie was het medisch centrum Alkmaar. De enige reden dat ik dit weet, is omdat het op mijn geboortecertificaat staat. Ik was immers een baby in de buik van mijn moeder, dus ja, wat kan ik er nou over vertellen? Nou, Bijvoorbeeld dat de geboorte heel snel ging. Ik ben de jongste thuis. Ik heb een oudere zus, Carmen. Zij is anderhalf jaar ouder dan ik. Na haar geboorte duurde wat langer. En later in haar leven bleek dat ze niet alleen bij de geboorte een dwarsligger was. Nu moet ik gelijk zeggen dat ik geen haar beter ben, zo lag ik niet eens met mijn hoofd de goede kant op. Bij de geboorte ligt een kind normaal gesproken met zijn hoofd richting de uitgang, om het zo maar te zeggen. Ik lag met mijn kont naar beneden een stuitligging. Dat kan dan weer voor complicaties zorgen. Dus mijn moeder moest met een noodgang naar het ziekenhuis, en de verwachting was dat die geboorte dan wel even zou duren. Mijn vader die wilde natuurlijk mee, maar hij zat nog met mijn zus. Hij moest haar maar even bij vrienden brengen, want het hele dag wachten in het ziekenhuis is niks voor een kind van anderhalf. Alleen was er niemand thuis, of moesten mensen werken, of het kwam niet uit. Dus mijn vader liep urenlang te zeulen tot hij haar vervolgens wist te droppen bij een bevriend stel, Loes en Martin, die iets verderop in ons dorp Schorren woonden. Toen mijn vader vervolgens in het ziekenhuis aankwam, lag ik al in de armen van mijn moeder. Tegen alle verwachtingen in kwam ik te snel ter wereld. In mijn latere leven zal blijken dat ik wel vaker te snel kom, maar dat geheel terzijde. Later, toen ik een jaar of drie was, keek ik met mijn moeder een boek met plaatjes van baby's in de baarmoeder. Prachtige foto's. Zulke foto's waren revolutionair in die tijd. De plaatjes vond ik fascinerend. Op een zeker moment zei ik tegen mijn moeder, zo ben ik boord! Een verhaal dat mijn moeder lange tijd aan iedereen die het maar horen wilde en ook aan de mensen die het niet horen wilden, vertelde. Ze was zo trots dat haar zoon van drie via een plaatje kon aanwijzen hoe hij ter wereld is gekomen. Ik denk hierover alleen maar, goh, drie jaar en toen al dom. Zo ben ik boord. Die zin klopt helemaal niet. Zo ben ik geboren. Dat is de manier waarop de Nederlandse taal gebruikt dient te worden. Overigens is het best een prestatie op zich dat ik dom geworden ben. Mijn vader heeft namelijk aan de VU gestudeerd en mijn moeder doorliep het gymnasium fluitend. Mijn vader werd uiteindelijk docent economie aan de middelbare school. Denk je dat ik goed was in economie? Het antwoord zou je niet verrassen: nee. Goed, de wereld heeft er een mens bij in de vorm van Christian Hendrik Bergström. Een jongen, nauwelijks een man te noemen, die al jarenlang zoekt naar zichzelf. Alles afdoet met een grap of een lach, zelfverzekerd probeert te zijn, maar eigenlijk heel klein is. Gaat deze man dan geschiedenis schrijven? Gaat deze man de wereld veranderen? Nee en nee. Maar man, wat ben ik blij dat ik op de wereld ben gekomen. Wat ben ik blij met mijn ouders en mijn zus, mijn vrienden en familie. Ik ben geboren met een schone lei, net als iedereen. Het enige wat ik hoef te doen, is die schone lei vies te maken. En geloof me, dat gaat me aardig goed af. 1988. Voor de Nederlander vooral het jaar van de winst van Oranje op het EK Voetbal in Duitsland. Wat een finale. Wij tegen de Sovjet-Unie. Die bestond toen nog. Een opstelling om je vingers bij af te likken. Van Basten en Gullit in de voorhoede. Terwijl achterin bewaakt werd door Koeman en Rijkaard. Met Van Breukelen in het doel. Dit is een goed stel hoor. Denk ik. Want van voetbal heb ik geen kaas gegeten. En toen deze wedstrijd werd gespeeld. was ik precies 150 dagen jong. Ik wist amper dat ik bestond. Laat staan dat de wereld om mij heen. een legendarische en onvergetelijke sportzomer beleefde. Voor al die mensen is 1988 het jaar van de laatste Nederlandse winst op een voetbalkampioenschap. Voor mij het jaar waarin ik geboren ben. 1988 was nog geen maand onderweg toen ik op een niet per se extreem koude dag ter wereld kwam. 27 januari. In het jaar dat Thomas en Jeroen de populairste jongensnamen waren, besloten mijn ouders, Lilian en Jules, iets heel anders te kiezen voor hun eerste kind. Ik zou geen Thomas worden, laat staan een Jeroen. Ook Kevin en Jan waren ondenkbaar. Nee, mijn vader gaf bij het Tilburgse gemeentehuis aan dat hij vader was geworden van Domin. Domin, Matthijs, Emiel, Vincent, Verschuren. Een hoop namen voor een jongetje dat nooit gedoopt zou worden. Wel allemaal met een reden trouwens. Die tweede bijvoorbeeld was de naam die mijn moeder had bedacht als alternatief. Mocht ik op mijn achttiende verjaardag nog niet gewend zijn aan mijn echte voornaam, dan mocht ik een officiële naamswijziging aanvragen en mezelf Matthijs noemen. Ik hoef jou niet te vertellen of ik dat ooit overwogen heb. Nee, het bleef Domin. Een naam die in België vaker voorkomt dan in Nederland. Daar hebben ze me ook vandaan, mijn ouders. Goed om je nu vast te vertellen, mijn geheugen is selectief creatief. Ik onthoud verhalen wel, maar ergens in mijn hoofd verander ik details en daarna rolt er iets uit mijn mond wat lijkt op het oorspronkelijke scenario, maar dan net even anders. Dus als ik je nu vertel dat papa en mama mijn naam hebben opgeduikeld in een Belgisch viswinkeltje, moet je dat met een korrel zeezout nemen. Hoewel het volgens mij wel echt zo is gegaan. Terwijl mijn moeder hoog zwanger was, waren ze samen in Gent waarschijnlijk Antwerpen, een visje kopen. Ga er maar vanuit dat het friet was. Terwijl ze moesten wachten op hun bestelling, liep er een moeder, vader, met kinderwagen de zaak binnen. Het kindje, een jongen hoop ik, was om onbekende redenen ontroostbaar en de kerstverse ouder probeerde het te troosten. Stil maar, Dominique, stil maar. Mijn ouders zagen het tafereel aan, hoorden de naam Dominique en namen me mee naar huis. De naam, niet het huidende jongetje. Hoe de geboorte zelf is verlopen, weet ik niet. Ik was er wel bij, maar heb er weinig van onthouden. En had ik dat wel, dan had mijn selectieve geheugen er vast iets mooiers van gemaakt dan dat het was. Het was in ieder geval het begin van een leven vol mannelijk succes. Een leven gekenmerkt door dappere besluiten en doordachte keuzes. <laughs> nee hoor. Het bleek het begin van een leven vol onzekerheid, angst en naïviteit. De man wordt als huilend jongetje geboren en blijft dat een leven lang. De kunst is om dat zo goed mogelijk te verbergen. Verder luisteren? Ga naar storytel.com